In het kader van de verwenmaand vond op 19 september in verzorgingshuis De Haven een passermalen plaats. We gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is. Dag mevrouw, we zien hier hele mooie sieraden. Heeft u die allemaal zelf gemaakt? Ja, ik zelf heb gemaakt. Deze is gekomen uit Beijing. Die kwaliteit is precies hetzelfde hier Nederlandse van Terf. Wauw. Als je losmaken, dan moet je zelf maken. Doet u dat aan de hand van kaarten of op wat voor manier doet u dat? Ik doe het met deze kaartjes, Leonan kaartjes. Maar daarnaast heb je natuurlijk je intuïtie en intuïtief. Je krijgt de dingen door. U zit op al dit soort passamalams? Soms, niet altijd. Ik doe het eigenlijk meer van huis uit. Ja. En hoeveel jaren doet u dit al? Nou ja, dit hoort eigenlijk gewoon bij je. Dat is heel gek. Ja, hoe lang dit doe ik misschien nu? Een jaar of 9, 10 op deze manier. Maar daarvoor ben je daar wel altijd, ja, toch mee aan de gang. Ja. Ik wil even nou ook wat over ons kleding zeggen. Ze lopen even door het publiek. En moet u maar even goed kijken naar de kleuren, naar de stof. Ik ga wat vertellen. En ja, u mag best eventjes zo voelen. Want maar de heren mogen niet voelen. Want van voelen komt weer wat anders. Dus daar beginnen we niet aan. Oké, we beginnen met het kostuum van de Molukken. Nou, u ziet, ze dragen een kanten blouse. En hij is doorschijnend. Nou, dan hebben zij als rok een songket, noemen wij dit. Een songket is met gouddraad of met zilverdraad verweven. En dan hebben ze in het haar gestoken een krans van witte bloemen. En dit heet de papacheda. Het is van de papacheda boom gemaakt en die groeit alleen maar op de Molukken. En ze gaan voor u een hele mooie dans brengen en dat heet dan de Tari Kipas, oftewel de dans met de waaiers. Thank you.
dat kan.